Twee teams in absolute topvorm in 2018. Lisse pakte 10 punten uit 4 wedstrijden. VVSB zelfs de volle buit uit alle 4 duels. Mede dankzij deze Mohamed El Ouzrouti. Hij met de voorzet en Bekooi met een 0-1. Er gaat natuurlijk wel mis achterin bij Lisse. Vooral doelman Brian van der Werf. Hij overschat zijn sprint en sprongkracht. Dan gaat hij Pardoes onder die voorzet door. Het ziet er altijd een beetje lullig uit. En omdat Justin Valk Bekooi ook niet genoeg kan hinderen, is het 0-1. Hij kan zijn zonde overdenken. Een presentje dus van Lisse. Hier komt de volgende aan. Twee spelers gaan voor de bal. En de derde gaat ermee vandoor. Tommy Bekooi kan zo doorlopen op weg naar de 0-2. Probeert hij zijn innerlijke Dennis Bergkamp net boven te toveren. Maar Dennis Bergkamp kan echt goed stiften. Maar hij krijgt hem niet omhoog. Twee goede kansen dus voor VVSB. Hier is Lisse voor het eerst. Met de aanvoerder raakt deze bal compleet verkeerd. Maar valt nog wel op de lat. Per toeval Lisse dus dicht bij de gelijkmaker. Die komt er niet voor rust. Misschien wel in de tweede helft. Ze maken er wel aanspraak op. Een leuke onderhoudende wedstrijd. Dit is Bert Komen. Ruben Valk is een uitstekende doelman onder de lat bij VVSB. Het is een gelijkopgaande wedstrijd met veel kansen en pas één doelpunt. En dat mag Mohamed El Ouzrouti zich aanrekenen. Hoe krijgt hij deze er niet in? De topscorer van VVSB maakte er al 7. En dit had natuurlijk nummer 8 moeten zijn. Voor die speler die zo goed kan voetballen, zoveel kan. Poortje hier, makkelijk. Lekker dribbelen kan hij ook. Eventjes slalommen tussen twee spelers van Lisse door. Maar afronden, dat blijft een probleem. En daar is hij zelf, wat zullen we zeggen, een beetje boos over. Zo blijft de spanning aanwezig op Ter Spekke voor die vele toeschouwers. Van Ewijk geeft hem mee aan Van der Putten, de invaller. En weer Ruben Valk, de doelman, staat goed op zijn post. En zo houdt hij VVSB lekker op die 1-0 voorsprong. Valk dus, de keeper. En als Valk een keer gezien is, kan hij nog een beroep doen op zijn verdedigers. Hier staat Peet van de Slot. En hij haalt de inzet van Martin van Ewijk van de lijn. En zo wint VVSB met 1-0 van Lisse. Mag deze van de Slot vanavond een extra biertje krijgen in de kroeg.